De opzet van een melkvee- en melkverwerkingsbedrijf is op 25 oktober in Saramaca begonnen met de onthulling van een naambord door minister Permanent Siudin en districtscommissaris Sherin Bansi Durga. Kleine agrariërs kunnen projecten uitvoeren via de coöperatie van Tuinders Vankweg, Saramaca UA. Suriname Dairy Group NV begint met de ontwikkeling van melkveebedrijven, gericht op lokale werkgelegenheid en melkproductie. Minister Siudin benadrukt het belang van investeringen en overheidssteun voor de agrarische sector. Het ministerie van Volksgezondheid heeft op 25 oktober een niet geregistreerde mondhygiënepraktijk gesloten, die cursussen aanbood zonder de benodigde vergunning. De aanbieder moest stoppen advertenties verwijderen en deelnemers hun geld terugbetalen. Daarnaast waarschuwt het ministerie tegen het plaatsen van fashion braces zonder medische noodzaak, wat schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Burgers worden aangespoord om ongeautoriseerde activiteiten te melden. In de strafzaak tegen de verdachte AG, die beschuldigd wordt van brandstichting in zijn woning, waarbij zijn dochter om het leven kwam, heeft de kantonrechter op 24 oktober 2024 de zaak in behandeling genomen. De officier van justitie en de verdediging bleven bij hun eerdere standpunten. De uitspraak is gepland voor 3 december 2024, na het laatste woord van de verdachte.